Hey YouTube vrienden en welkom bij een nieuwe video. Het is momenteel 9 uur 's avonds en je denkt, Jordi, heb je vandaag niet gevlogd? Ja, dat heb ik wel, de hele dag. Alleen op een of andere manier is mijn SD-kaart corrupt. Ik was er al bang voor, maar het gaat de laatste tijd niet goed. Het gaat niet goed met het apparatuur. Hij heeft maar één beeld opgeslagen en dat is dat ik aan het winnen was bij Monopoly met FI. Ik heb nog wel met mijn andere cameraatje gefilmd. Want wij hebben vandaag Evi geschoren. En ik had een hele voorshotje gemaakt en een daarna-shotje. Maar dat is allemaal verdwenen. Ik baal hier echt ontzettend van. En ik ga dit SD-kaartje ook niet meer gebruiken. Dit is de tweede keer dat ik problemen heb met dit SD-kaartje. Bestand of map beschadigd en onleesbaar. Nou, het is echt... Ik word er gewoon echt heel boos van. Ja, het blijft apparatuur. Je kan er niks aan doen. Maar ik heb net een SD-kaartje erin. Een groot SD-kaartje. De grootste die deze camera aan kan, zeg maar. Maar het is... Het is afgelopen. Het is klaar. Ik kan er niks aan doen. Dus ik ben bang dat dit een hele korte video gaat worden. Hij wil ook helemaal niks verwijderen of... Nou, dat hele SD-kaartje. Dat was nog hartstikke duur SD-kaartje ook. 512 gigabyte. Nou, kan je mooi weggooien. Zo 80 euro door de play gespoeld. Had ze. Ik ga even kijken of ik hem nog retour kan sturen. Want dit klopt niet. Als merk bestel wel even een nieuwe anders. Ik heb genoeg SD-kaartjes, maar hier kon ik 12 uur beeld opzetten. En die ik nu in heb, 128, kan ik maar 4 uur beeld opzetten. Dus ja, is er wel een verschil. Niet dat ik 3 uur beelden maak op één dag. Maar goed, als ik ergens een hele dag heen ga en ik zou wel 3 uur beelden maken, dan... Ja, voor Urbex, weet je, maak ik wel meer dan 3 uur aan beelden als ik een hele dag op pad ben. Weet je, dat is het een beetje. Dus ja, dan moet ik straks even Evi willen gaan filmen. Jullie weten hoe ze eruit zag. Toen dat ze nog niet geknipt was. En nu is ze wel, ja, geknipt. Jongens, ik baal hier echt ontzettend van en het spijt me. Ik had niet heel veel beleefd, want het heeft echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat... Nou ja, tot nu 9 uur. Het is nu nog steeds aan het regenen. Ik weet niet hoe goed je het kan zien. Of hoe goed je het niet kan zien. Maar in ieder geval... ik had niet eigenlijk heel veel beleefd. Het hoofdthema was toch wel Evi knippen. En dat heb ik op mijn andere cameraatje. Hoop dat die het wel doet, echt. Ik hoop het. Het is gewoon lullig. Weet je, ik doe een goed SD... Nieuw SD-kaartje erin. Goed SD-kaartje erin. En dan is gewoon zomaar beelden weg. Eén ding heeft hij opgeslagen. En dat is na het eten dat ik... aan het winnen was van Evi met die Monopoly. Ja, mooi doen. Dat is jammer. En ook nog niet eens alles. Dus waarschijnlijk heb ik nog een halve haal, kan ik dat er ook niet in doen. Maar in ieder geval, jullie gaan nu zometeen kijken. Oh, wacht. Kijk, dat kan ik nog wel even vertellen. Evi en haar vader, die waren weg. Vanochtend. En toen ging ik een broodje speciaal maken. Ziet er zo uit. Lekker toch? En toen kwamen hun net weer hier thuis. Want ze waren met z'n tweeën op pad vanochtend. En toen kwamen ze thuis. En toen moest ik nog meer broodjes maken. Want ik wist niet hoe laat ze thuis kwamen. Maar dat is echt zeg maar het enige wat ik gedaan heb. Broodjes gemaakt en geholpen met Evi. Geholpen met Evi te scheren. Dat is zeg maar een beetje het hoofdthema. Nou goed, daar gaan jullie nu naar kijken. Als het goed is, als die beelden er zijn. En anders meld ik mij wel weer. Maar ik zal zo ook nog even een shotje maken als Evi met de nieuwe korte haren, zeg maar. Dan hebben we dat er ook maar weer op. Sorry jongens, het spijt me. Ik had wel weer veel shotjes opgenomen dat ik tegen jullie praatte. Dat ik weer wat even aan het doen was. Maar het is helaas... Ik weet het niet. Of mijn computer doet het niet. Of hij slaat... De video's rendert hij slecht. Of mijn SD-kaartje doet het niet. Het is echt... Ik weet niet wie of wat er tegen mij is hierboven en hiernamaals. Maar het gaat niet oké. Nou goed, hopen dat dit het wel blijft doen. We gaan het zien. Nou, in ieder geval, jullie gaan nu even kijken naar de timelapse. Dat even hier geschoren. Het
Wat een rot weer. Dit heeft nog geen één keer opgehouden met regenen. Oi, 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 oi. Dikke wind ook. Nou, we gaan snel even een rondje doen, want er is niks aan. Jullie zagen het, Eve is weer helemaal klaar voor de zomer. Ik ga straks nog even laten zien hoe het nu uitziet. Je zag natuurlijk timelapse en niet helemaal tot het einde. Ik ben ook ondertussen even met de verkopende partij van de SD-kaart in gesprek. En dat is in dit geval bol.com. Ze gaan me terugbetalen. En dan kan ik een nieuwe bestellen. Super, ik betaal hiervoor meteen terug. Ja, staat dan ook meteen op mijn rekening zodat ik vandaag nog een nieuwe kan bestellen? Of, morgen kan ook wel. Ik heb toch wel geld. Maar, zal wel fijn zelfs meteen geregeld worden. Hopen dat het dan, misschien kan ik een ander merk bestellen in plaats van Samsung. Dat ik gewoon SanDisk bestel. Dat is toch wel een betere, naar mijn idee. Goed. Super, regerik. Sorry, die vrouw zit die vrouw ook weer te wachten. Die heeft ook meer te doen. Nou ja, goed. Ik krijg in ieder geval mijn geld terug van SD-kaart die ik in april besteld heb. Dus dat is wel een hele netjes service van bol.com. Want in principe zouden ze moeten zeggen, meld je maar lekker bij Samsung, want daar heb je 2 jaar fabrieksgarantie. Want je maat bedenktijd is zeg maar voorbij al bij ons. Maar ze gaan heel netjes mijn geld gewoon terugstorten. En dan kan ik een nieuwe bestellen. Ga ik ook doen. Nou, super. Ook weer opgelost. En hopen dat die het wel doet. En anders ligt het aan de camera. Maar ik heb het SD-kaartje al geformateerd. Ik heb de camera alweer teruggezet naar fabrieksinstellingen. En ik dacht, nu gaat het een tijdje goed. En het ging ook een tijdje goed tot vandaag. En ik kijk ook niet meer beelden terug. Dat zie ik pas wanneer. Ik ga er gewoon vanuit dat het opslaat. En dat hij niet het weggooit. Een mooi zuur. Ik ga even straks nog even laten zien. En dan ga ik even kijken of mijn geld erop staat. Het zal wel niet zo snel gaan. Hoeft ook niet. Maar ik ga zo even wel even überhaupt een nieuwe bestellen. Zodat ik morgen gewoon weer 12, 13 uur een opnamegeheugen heb. Niet dat ik het nu gebruik, maar bijvoorbeeld bij een Urbex video gebruik ik het wel. Dus ik ben het wel echt nodig. Nou goed, ik ga dat even doen. En jongens, nogmaals sorry, er zitten gewoon wat foutjes in momenteel. En dat ligt helemaal buiten mijn macht om. Zoals een SD-kaart die beelden weggooit. Ik kan er niks aan doen. De video die ik verkeerd opslaat. Dat ligt gewoon aan het editprogramma. En gebruik ik dan de slechtste spullen, het goedkoopste? Nee, echt niet. Zo'n SD-kaart is gewoon €80. En dan heb je wel een goede, zou je denken. Editprogramma, dat heb ik jullie laatst ook laten zien. Dat is ook zo €75, €80 voor een editprogramma. Dus zou je zeggen dat het ook wel een beetje redelijk moet wezen. Maar tot nu toe is het nog redelijk janker. Net zoals met deze computer. Hij doet het nu weer, voor nu. Maar €5000 voor een computer en dan is het allemaal weer half. Goed. Mensen, ik ga een nieuwe bestellen. En dan laat ik straks even hier nog even jullie zien. En ondertussen is het nog steeds niet gestopt met regenen. Even haar nieuwe kapseltje. Knappetje. Lekker klaar voor de zomer. Jullie zagen Evi nog even met haar nieuwe zomerkapseltje. Het is inmiddels 11:15 en ik ga op bed. Ik ben wel een beetje klaar met het balen ondertussen, dus we gaan gewoon weer door. En een iets andere video dan normaal. Ander tijdstip opgenomen. Maar gelukkig heb ik de beelden van het kleine cameraatje nog. En hopen dat die niet... hier is die. Ik ga het meteen even checken. Jullie hebben het dan al gezien, maar voor mij, deze beelden staan er gelukkig allemaal op. Hopen dat die niet vannacht verdwijnen, want ik ga ze morgen overzetten. Maar in ieder geval, dank je wel voor het kijken. Tot morgen, vergeet niet te abonneren en die duimpjes omhoog te doen. En dan zeg ik voor nu, ik check jullie laters!